gaat hij. En ik heb er best wel wat aan gedaan. En dan ga ik jullie even laten zien. Dit is het slot. Die heb ik zwart gemaakt. Ik heb hem blauw. Dat is stoerder. En ik heb her en der ook een paar plekjes bijgewerkt met verf. Ik heb er een contactslot op gemaakt. Zo staat hij uit. Zo staat hij aan. Dan heb ik hier een dashboard gemaakt. Met hier een knopje. Zo staat de turbo uit. Zo staat de turbo aan. Zo is hij heel snel. Zo is hij gewoon traag als een pick-up. Hiermee, als je op groen drukt, gaat de klep van de uitlaat over. Open, dus dan maakt hij heel veel herrie. En op rood, dan is hij weer dicht. Toerenteller en een kilometerteller. Benzinemetertje. En hier nog in digitaal hoe snel je rijdt. En dan hier nog twee knopjes gewoon om de airco mee te doen. Ik heb ook een kettingspanner gemaakt. Die zit hieronder. Dus dan blijft de ketting altijd gespannen. Die is het. Dat tandwieltje. Dan hier de schakelpook. Ik had hem al een tijdje staan, maar niet aan toegekomen. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. En ze achteruit. De boksen, die heb ik opnieuw erin gezet. Die plaat heb ik geschilderd. En ik heb er een bakje in gelegd waar je dan een flesje drinken in kan leggen. En op het stuur, mooi Opel logo. En de voorkant, die is ook een stuk stoerder geworden. Hier is een Opel logo, die heb ik zelf gemaakt. Alleen dit stuk hier is een beetje mislukt. Ik wil hem misschien nog een keer opnieuw gaan maken. Dan tot hij helemaal perfect rond is. Maar dat doe ik een keer als ik weer tijd heb. Hier zo heb ik een mooi sleepoog zitten. Daar heb ik al een nieuwe voor liggen, want deze is zelf gemaakt. En dan heb ik er nog eentje en die is een stuk dikker. Is ook steviger en die kan ik er zo op zetten. Maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Dan over de motorkap is eigenlijk vrij weinig plannen. Maar wel een paar dingen. Zo. Normaal moest je hem helemaal daar tegenaan doen. Maar dat is natuurlijk niet handig, dus een stok erop. En meer is hier eigenlijk niet veranderd. Deze boutjes die ga je nog afslijpen. Want anders haal je er een keer je vingers aan open. Dan kan die weer dicht. Mooie mechanisme. Werkt nog steeds. En dan hier. Een imperiaal. En die valt er niet zomaar vanaf. Zoals jullie zien. 10 mm dik staal. En dat is gewoon handig als je hier iets langs moet vervoeren. Kun je hem hier opleggen en aan vastmaken. Ik wil er nog een keer een motortje in maken. Het scooterblok van de driftrijk. Dat er eerst in zat. En dan moet er ook een rem op. Het mechanisme zit er al. Alleen moet nog een hendel, want anders wordt het een beetje lastig om je met je handen hem naar beneden te drukken. Als ik weer meer aan heb gedaan, hou ik jullie op de hoogte. Weer met een video. Zijn er nog vragen over? Zet ze in de comments, dan beantwoord ik ze. Dit was mijn video. Hopelijk vond je mijn video leuk. Like, reageer en abonneer. Tot de volgende keer.